zegt een meneer die door mij ook acrylverf is gaan gieten. Maar hij deed er niks meer mee. Die heeft mij speciaal op Instagram opgezocht, daar een account van gemaakt. En hij zei, als ik een keer een dagje uit ga, hij woont ook niet in de buurt, mag ik dit dan aan jou geven? Niet normaal. Dit is het kleinste doosje. Ik ben gewoon helemaal emotioneel ervan dat iemand dit voor mij doet. Met bakjes. Dit is dus zelfs voor... Dit is dan wel gewoon verder van de Action. Maar dit is alcohol in. En dit zijn allemaal voor... dit is al kant en klaar. Dit is al gemengd. Dit zijn een paar flesjes. Dit zijn een heleboel flesjes kant en klaar gemengd. Dus dit is doos 1. En we hier nu doos 2. Hij woont dus niet in de buurt, dus hij ging een dagje uitmaken met zijn vriendin. Niet het uitmaken, maar je snapt wat ik bedoel. Allerlei bakjes, bekers, flessen. Dit is voor Resser. Nou, het is dus van verf van de Action een heleboel. Maar ook dus andere merken. En er zijn gewoon nieuwe tubes. Het zijn gewoon allemaal nieuwe tubes. Alles is nieuw. Nou, die heb je dan gebruikt, de goud. De rest is allemaal nieuwe tubes. Oh, metallic kleuren ook, wat ik zo mooi vind. Doos 2. En dan hebben we hier nu... Doos 3. Nou, dit zijn dus... kwasten, beker. Ik weet niet wat dit is. Roers daar. Zelfs Doutrol. Oh mijn god, die fles is al 25 euro. Nou, zeker 20 euro is die fles. Oh mijn hemel. Pouring medium van dit merk. Het is veel duurder. Allemaal nieuwe flessen om het verf mee te mengen. Och, zelfs van Amsterdam. Oh mijn hemel. Dat is om het verf dus met die substantie te maken. Allemaal verfstokjes. Nog meer. Een mega grote witte verf van Amsterdam. Gewoon nieuw. Wit, zwart. Al om dingen schoon te maken. Om het af te werken. Oh, jeetje. Dit is honderden euro's. Dit, hij vroeg het een paar maanden geleden. En ook met doeken. Toen zei ik van nou probeer het eerst op Marktplaats. En ik denk dan is hij het wel kwijt. Dus ik was het eigenlijk vergeten. En toen kwam ik laatst een berichtje tegen. Toen vroeg hij wil je het nog? Ik zei ja natuurlijk. En hij zegt want ik ben over 2 weken ben ik vrij met mijn vriendin. En dan gaan we erop uit. En dan wil ik het bij je langs brengen. Ik ben echt. Wauw. Dank je wel Hans. Oh. Hij zei ook even wennen, zegt hij, als je moet ontvangen in plaats van dat je altijd geeft. Ja, dus